Welkom bij kumagotschrijfje7.de. Hier zien ze dat model de RCE 24 VGF. Die is in crème. En dit model had messing handgriffen. Dat model is 666 liter groot. Die had verschillende ebenen. Ebenen die ze aan- en uitschieven kunnen. Dat is voor grote flesjes niet zo stellen. Hij had drie schoepladen. De openste schoeplade is voor vlees en kaas. Dan kunnen ze zelf de temperatuur instellen van die schoeplade. Dan de tweede schoeplade, die is voor gemuizen. Daar kunnen ze de luchtvochtigheid instellen. En de derde schoeplade, dat is de custom cool schoeplade. Die had eigenlijk drie functies. Dat is de 0 graad vach, wie dat bekend is. Maar ze kunnen hem ook op 4 of 6 graden instellen. Of ze kunnen etwas kant snel kühlen, zum Beispiel wijn. Legen ze wijn rein en met 15 minuten is de wijn kühl. Of ze kunnen zum Beispiel vlees abtouwen. Dan stellen ze hem voor een stunde abtouwen. En dan maakt hij een luftcirculatie. En dan wordt dat vlees ganz langzaam abgetouwd. Hier zien ze dat gefriertuig van de kühlschrank. Die had een sweet spot. Daar kunnen ze spijzeijs instellen. Blijft dat spijzeijs goed. En de ijsbende, die maakt ijswürfel, koud wasser en krusteijs. En die had een systeem om ganz veel opties van de kühlschrank in te stellen. Zum Beispiel om extra snel ijswürfel te bekommen of extra snel koud wasser te bekommen. Fast alle kühlschranken van General Electric zijn ze bekommen in jede ruilfarbe. Also die ruilfarbe die ze zelf willen, zo wie deze in roze.